goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Ik dacht... Dat is een bijzonder. Ik dacht dat het vandaag wat kouder zou zijn, maar het is gewoon hartstikke warm, jongens. Ik denk dat het straks met je misschien gaat afkoelen als in de zon gaat een beetje weg. Maar volgens mij is het qua hitte gewoon hetzelfde, hè? Nee. Niks veranderd. Ik heb me klaargemaakt. Ik heb een jurkje aan. Ik weet niet meer van waar het jurkje eigenlijk is. Maar hij zit fijn, dus dat vind ik belangrijk. Ik heb oorbelletjes in, ik heb een keertje weer nepwimpers op, mijn haren vast, ik heb heerlijk gedoucht. Wat ik ook echt opmerk met het weer, is dat je haar constant vies aanvoelt. Dus ik heb nog nooit zo vaak mijn haar gewassen in een week, want ik hou er niet van mijn haar te wassen. Ik doe het meestal max 2 keer per week, maar deze week heb ik echt gewoon bijna elke dag mijn haar gewassen. Zo zie je mijn jurk beter. Hij is best wel aan de... Oh, kontje. Nee, mijn jurk is best wel aan de lange kant. Het is zeg maar net iets langer dan een midi jurkje. Ach man, ga weg. Jou zijn we ook zat in de vlogs, joh. Ja, ik ook. Komt er maar niet op, is beter. Ik heb nog niet eens verteld waar we naartoe gaan, maar wij gaan even naar de Bijenkorf. Nissim's Gucci bril is weer kapot. Weer. Alweer. Al maanden geleden, ik was gewoon te lui om weg te brengen. Ik heb nog geen zin. Ja, ik weet alleen niet of die nog onder de garantie valt, maar we gaan het proberen. We hebben toch niet zoveel te doen vandaag. En ik wou nog even kijken naar sieraden. Even gewoon rondkijken. Ik heb niks van een idee of zo, maar ik dacht. Maar Nessim kent bij die Gucci store gelukkig zo'n guy die werkt. Dus misschien kan die ons wel helpen. Ja, het is lekker weer. Het is echt lekker weer. Ik weet niet waarom ik deze Gucci wil. Echt moeite voor dus omdat het een verjaardagscadeau is. Wonder anders ook van mij moeite gedaan hebben. Wat had je dan gedaan? Niks, gewoon laten liggen. Ja, boeit me echt niet. Ik heb je nog niet laten zien, maar ik heb dus laatst dit ding besteld. En nu denk je, what the fuck. Maar dit is voor mijn mondkapje. Dat moet ik zeg maar zo doen. En dan moet ik mijn mondkapje erop bevestigen. En wat het voordeel hiervan is, ik heb al eerder verteld dat ik dus eczeem krijg van neppe sieraden zo achter mijn oren. Maar die mondkapje kreeg ik ook echt geïrriteerde oren, jongen. De achter weer helemaal uitslag, weet ik veel wat. Dus heb ik zo'n ding gekocht en nu hoef ik het mondkapje niet zeg maar om mijn oren heen te doen, maar kan ik het zeg maar zo... Dat lijkt me wel heel moeilijk. Nee, want die touwtjes gaan zeg maar hierin. Probeer eens dan. Kijk guys, hij zit dan zo vast. Niet achter mijn oren, maar aan dit ding. Super fijn moet ik zeggen. Wat een uitvinding. Ik heb hem gekocht voor 6 euro. Echt? Het is een plastic ding. Fuck my life. Ja, ik ben er heel blij mee. Kijk. Top. We zijn bij de Bijenkorf garage. En we hebben gewoon geparkeerd op verdieping 2. Dat betekent dat het echt rustig is. Kijk. Overal parkeerplekken. Goed teken. En hier moet je dus verplicht een mondkapje op. Gelukkig heb ik hem mee. En Nessim ook. En ze gaan me even helpen. Nou. Lukt het? Ja, dankjewel. Wij zijn klaar bij een Korf. Ik heb ook even gekeken bij de sieraden. Dat was echt gewoon 3 keer niks. Ik vond vroeger bij de Bijenkorf en sieraden echt veel leuker dan nu. Mijn mondkapje uitvinding is de beste ever. Ik heb nergens last van. Helemaal top. Wij zijn weer even thuis. Ik denk dat ik gelijk aan de slag ga. Ik ga even de keuken opruimen. Ik ga even stofzuigen en dweilen. En dan ga ik even aan de slag. Nessim is even aan het werk hier. Dus ik ga even andere werk doen. Ik doe trouwens ook gelijk mijn wimpers eraf. Dat is een beetje vervelend. Oeh. Nou, de katten gaan weer zo wegrennen. En daar gaat het tweede. Alles is weer lekker schoon. Lekker en Lira. Hij heeft nu dus sinds een hele lange tijd een show. Daar is hij dus nu heen. En nu ben ik alleen, heb ik eigenlijk eindelijk tijd om even Netflix te kijken. Of een serietje te kijken en zo op mijn gemak. Zonder dat Nessim er is of mij stoort. Want ik heb de laatste tijd echt gewoon niks normaals kunnen kijken. Omdat hij gewoon de hele tijd thuis is. Ik ga nu even lekker een theetje zetten. Zijn mijn oogleden vies? Mijn favoriete moment van de dag. Heerlijk. En nu lekker luisteren.
Als ik thuis ben, doe ik altijd alle lichten uit. En alleen deze licht blijft aan. Dat vind ik gewoon echt chill. Oh, mijn vaat is klaar, jongens. Goede timing. Dan ga ik lekker in deze donkere hoek zitten en series kijken. Love my life. Ik heb echt zo slecht gegeten vandaag. Ik heb gewoon geen trek of zo. Heel raar. Maar ik ga even een salade maken met tomaatjes, komkommer, peterselie en rode ui. Ik weet niet of ik er olijven aan toe ga voegen. Maar in ieder geval dit. Met borrel. En deze ga ik eerst koken. En dan ga ik er een salade van maken. Zo, eerst even bakken. En daarna het water overheen. Zo, ondertussen alle groenten gesneden. En het ruikt zo lekker. Ik hou echt van komkommer en tomaatjes. My favorite. De borrel is ook nog niet klaar. En als die klaar is, moet ik ook nog een beetje afkoelen. Want ik wil geen warme borrel in mijn salade. En ik denk dat ik dit even in de koelkast ga doen. Zo, de borrel is klaar. Doe ik nu even van de vuur af. En dan laat ik hem even afkoelen. Hij is afgekoeld, dus alles gaat hierin. We doen erbij zout en knoflook met peper. Olijfolie. Een beetje appelazijn. Een heel klein beetje tomatenpuree. Ook doe ik er een beetje munt bij. Oké, hiermee moet ik echt oppassen. Ik wil dat zo. Oh my god! Nu moet ik het er weer uithalen. Waarom zag ik het al aankomen? Zo. Nu heb ik er een beetje munt in. En nu gaat de rest erbij. Dan hebben we dit. En nu ga ik even alles mixen. En dan heb je dit. Het ziet er echt heel lekker uit en het ruikt ook heel erg lekker. Je kan hem bijvoorbeeld feta kaas toevoegen of olijven of zo. Maar ik vind het nu echt gewoon super lekker. Sim is dus een brief aan de buren aanschrijven. Dat ze niet op zijn plek mogen parkeren. En dit is zijn vijfde brief al. Ja, omdat je alles verpest. Je bent heel grof. Hij vond mij gewoon graf. Omdat ik zei in de brief, wilt u hier alsjeblieft niet gemarkeerd parkeren? Dat is toch een normaal boodschap? Ik vind dat grof. Beste, dat u AEB uw auto niet op onze plek zetten. Alvast bedankt. Zal ik erbij zeggen, optieven nou? Nee. En dan geintje natuurlijk. Nee, nee, doe normaal. Alvast bedankt. Huisnummer. Oh, spannend. Nessim gaat zijn dreigbriefje plaatsen. Oh my god, gangster. Dat was bijna gewoon beleefd. Gangster hoor, Nes. Oh, daar gaan we. Ik had hem geplaatst bij Potomiet. Had ik het niet goed genoeg gedaan? Je hebt hem niet eens onder de dingen gedaan. Wat dan? Maak je hier weg hier binnen? Nee, even. Wij zijn inmiddels weer in de auto, zoals jullie zagen. We hebben gevochten alles. Wij gaan nu... We gaan echt aan het uitvergroten. Moet wel vlochten. En mijn titel, ruzie met de buurman. Jezus. Nissen bedreigt de buurman. Gaat fout. Maar wij zijn onderweg naar kantoor, want Nessie moet even wat uitprinten. En ik ga mee voor de gezelligheid. Maar Nessie moet zeggen dat ik gebruik maak van hem, want ik ga mee voor een snack, zegt hij. Ja, nou, weet je wat dat is, Nessie? Dat is gewoon waar. Ik kom hier voor een snack. Ik ga niet eens ontkennen. Wat wil je? Dus bedenk maar alvast iets spannends voor mij. Wat moet ik bedenken dan? Wat gaan we snacken? Een Big Mac. Oh nee, dat vind ik wel heel heftig. En Nini, weet je al wat we gaan snacken? Jij? Heb je al een idee van een snack voor ons? Het ziet trouwens echt donker op de weg, man. Er is niet eens belichting of zo. What the fuck? Wij zijn op kantoor, het is hier echt zo warm. We zijn hier ook echt heel... Tenminste, ik ben hier echt heel lang niet geweest. Echt... Voel je dit? Ja, lekker. Alleen toen het begin met corona waren we hier best wel vaak. Weet je nog dat we elke dag naar kantoor gingen? Elke dag. Dat was echt de eerste maand en daarna kwamen we hier eigenlijk nooit meer. Oh, heel slecht dit. Snacky! Ik heb weer gewoon die mega cornet op de bank. Vorige keer ging ze er een misselijk van werk. Hij is gewoon lekker. Jam. Het leven is zo mooi met zoveel avonturen. Echt, guys, wij zijn thuis. En de katten. De
katten mogen even naar buiten. En dat vinden ze heel erg geweldig. Kijk. Eentje is hier. Hé. Hey. Lekker, hè? Het is echt zo erg afgekoeld. En eentje is hier, hè? Nee, blijf maar buiten. Mag wel. Het is echt lekker afgekoeld. Wij zijn ook echt aan het genieten.